We zijn in gesprek met meneer Samulski, een leraar Duits op een middelbare school. Aan welke leerlingen, van welke leeftijd geef je les? Nou, ik heb leerlingen die 13 tot en met 18 jaar oud zijn, dus spreek leerlingen in klas 2 tot en met de eindexamen klas VWO 6. Dan zijn ze bijna 18. Nu, de afgelopen jaar is natuurlijk een heel bijzonder, exceptioneel jaar geweest. Ja. En we zijn sinds meer half december weer in een fikse lockdown. Ja. Wat betekent dat voor de leerling en voor u als leraar? Nou, natuurlijk het fysieke contact dat je mist, de interactie tussen docent en de leerlingen. Leerlingen waren natuurlijk al in maart 2020 in een lockdown en hebben heel veel moeten missen. Het contact met de docent, de motivatie, de structuur van na het schoolgaan. Dus leerlingen hebben de afgelopen maanden voor de zomervakantie toch wel behoorlijke achterstanden opgelopen. Merkte dat echt zo na de zomervakantie dat ze, als het ware ook na zo'n tijd van lockdown, dat ze een beetje de discipline kwijt zijn of dat de resultaten achteruit gaan? Misschien niet zozeer de discipline, wel de motivatie. Het toch weer terug moeten naar school, naar de oude situatie. Terwijl ze maanden zijn thuis geweest. Thuis hadden ze natuurlijk heel veel andere prikkels, ook andere bezigheden. En het volgen van onderwijs achter een schermpje is niet echt bevorderlijk, echt niet motiverend. Er is geen interactie. En dat het is funest voor goed onderwijs, om goed onderwijs te kunnen leveren. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor u als leraar? Dat geldt ook voor mij als docent, ja. Hoewel in het begin onderwijs op afstand wel een avontuur leek, om toch digitaal les te moeten geven, maar dat begon op een gegeven moment behoorlijk te vervelen. Je mist gewoon het contact met die leerlingen, het persoonlijke contact. Ik kan me voorstellen dat die leerlingen elkaar wel opzoeken, ook buiten de lessen, omdat daar wel contact is. Maar op school is het dus eigenlijk minimaal. Zijn er nog uitzonderingen voor bijvoorbeeld eindexamenklassen? Ja, nu in die tweede lockdown is er besloten om in ieder geval de eindexamenleerlingen naar school te halen. Die hadden natuurlijk al, toen ze in het voorexamenjaar zaten, al behoorlijke pech. Hebben behoorlijke achterstanden opgelopen. Ja, en nu worden ze in principe weer gepakt in zo'n examenjaar. En nu heeft de overheid toch besloten om die leerlingen naar school te halen. Om toch dat fysieke contact te hebben. Die discipline, die motivatie te verhogen. En om toch nog wat extra meters te maken voordat ze zo meteen in mei aan hun eindexamen gaan. Voor zover dat kan, want ik kan me voorstellen. Voor zover dat kan. Want er hoeft maar één of twee een besmetting te hebben. Wat gebeurt er dan? Nou, waarschijnlijk net als in 2020, dan vallen die eindexamens die vallen dan weg. Die worden dan geannuleerd en dan slagen de leerlingen op basis van de cijfers van de schoolexamens. Het is nogal wat. En ik kan me ook voorstellen, het lesgeven. Kijk, als je een leerling voor je hebt, dan kun je hem aanspreken met het gezag wat je hebt. Vandaag spreken we in het evangelie, horen we over Jezus die ook een leraar is met gezag. Ik kan me voorstellen, dat is een voorwaarde om leraar te zijn, gezag hebben. Maar waar krijg je dat? En wat betekent dat, dat gezag? Ja, gezag betekent natuurlijk dat je de leerlingen leidt. Dat je ze een bepaalde richting probeert uit te doen, bepaalde normen en waarden probeert aan te leren. Kennis en kunde, natuurlijk ook vanuit je eigen vak. Ze probeert in een bepaalde richting uit te duwen als mentor. Hè? Om ook te kijken hoe ziet hun toekomst eruit, wat hebben ze allemaal voor tools nodig. En dat gezag krijg je natuurlijk van de leerlingen. Hè? Ze vertrouwen jezelf toe. En je krijgt dat gezag natuurlijk ook van de ouders. Want ouders willen natuurlijk dat je zoon of dochter voorbereidt op een toekomst. En ik kan me voorstellen, goed, je krijgt het toevertrouwen van de ouders, van de leerlingen. Natuurlijk heb ik de indruk, gewoon spreekend uit eigen ervaring als leerling, van ja, sommigen hebben het en anderen hebben het niet. Dat het ook een natuurlijke eigenschap is. Ja, dat klopt. Je kunt dat moeilijk aanleren. Je hebt het inderdaad of je hebt het niet. Hoe moet ik dat zeggen? Je moet als docent authentiek zijn. Natuurlijk overkomen. En dat ook een natuurlijke omgang kunnen hebben met andere mensen. Je moet toch wel een beetje een leiderstype zijn om ook natuurlijk zo'n groep van 30 leerlingen te kunnen leiden. Bij gezag wordt ook een stukje respect natuurlijk naar de leerlingen toe. Waarover je waakt, die je stuurt, die je leidt. Betekent echter ook dat als je je natuurlijk niet naar dien behoren gedraagt, dat je de gezag dan natuurlijk ook wel heel snel kwijt bent natuurlijk.
Is het zo dat er, we hebben het vandaag in het evangelie over Jezus, die ook een leraar is met gezag. En we staan hier bij een stal met drie wijzen. Drie wijzen die met hun geschenken komen, dat ze hebben. Dat is toch een kostbare schat die ze hebben. Ik zou bijna zeggen van, ja goed, je hebt de schat van het Duits, dat je hebt geleerd, je bent leraar. Is Jezus, zoals hier is, ook voor jou een leraar, iemand met gezag? Ja, natuurlijk. Je kunt alleen maar gezag aanvaarden als je ook aanvaardt dat iemand anders over jou gezag uitoefent. En goed, ik geloof dat Jezus dat ook bij mij doet. Dat hij mij leidt, zeker in moeilijke perioden. Dat hij mij de juiste richting uit kan duwen om ook een beter mens te worden. En ja, goed, we zijn allemaal zondaars in dat opzicht. En je kunt natuurlijk van Jezus leren welke juiste kant je dan natuurlijk wel uit moet. Weet je, zoals die wijzen die met hun geschenken ook neerknielen voor die kleine Jezus daar in de kribbe. Ja. En we hopen en bidden ook dat ook jij en jouw mededocenten inderdaad ook voor vele jongeren in onze dagen ook weer leidsmannen kunnen zijn en leidsvrouwen die hen helpen naar volwassenheid. Dat hoop ik zeker ook, absoluut. Dankjewel. Graag gedaan.